Oké, wij gaan naar Havenlake. Havenlake, Havenlake, Havenlake. Gaan jullie maar dansen? Ik ga eten. Waar gaan we heen, Rocket? Rocket is helemaal fan van de Urban Arrow en hij noemt het auto. Rocket, gaan we niet eens zwaaien? Hallo! Hoe leuk! Ze zijn zelf van broodje plukken. Kijk of aardbeien al heb. Zoveel, hè? Marie en ik gaan vandaag weer reels opnemen. Wat dan heb je een leuk zoetje aan, hè, Sjoe? Oeh! Ik ben heel goed in yoga. Hola. Hey! Niet dit keer Marie en Julie. Maar Marie met Livia. Oké, zoals jullie van ons gewend zijn, is het al chaotisch met de vlogs. Sorry hiervoor. En nu is het Formule 1 weekend, net wanneer Jules en ik de dagboekzetting op wilden nemen. Je begrijpt, ik ben 2 keer al heen en weer proberen te rijden naar kantoor ook. Maar het was gewoon veel te druk. Ja? Dus ik ben nu eventjes voor jullie de vlog aan het introduceren. Haha! Zonder Jules, zonder Rock. Nu eventjes met Liviaatje. Maar we hebben wel heel goed gemaakt met heel veel beeldmateriaal. Ja, papa. Zoals je ziet is Livia lekker aan het leren kletsen. Papa. Voornamelijk papa is de hele dag door. Papa, 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 papa. Zie ik lekker een ijsje? Ja. En in deze weekvlog ga je onder andere heel veel zien. Je ziet dat Mike en Julie een nieuwe fiets hebben gekocht. We gaan heel erg leuk aardbeien plukken, hè? We gaan aardbeien plukken. Ze gaan naar het superleuke feest van Havenlake. En ik was daar niet bij door Limaatje. En je ziet heel veel het gezin met Lima, met Livia, Rock en Mike. Dus zijn jullie benieuwd? Blijf onze vlog kijken. Ik zit niet heel erg comfortabel, maar we made it to the beach. Echt, we zitten heerlijk op het strand. In Zandvoort. Limaatje op mijn schoot. En Livia wil echt alleen maar naar het water toe. Dus jij is met Livia alleen maar in de zee. Ik heb haar net gevoed. En ze wordt al zo groot, jongens. Is hij niet zo schrikken door die wind? Zie je dat? Oh, wat je doet. Ga ik leuk filmen. Oh, wat je schrikken door de wind. Hebben jullie ooit zulke lekkere dikke armpjes gezien? Heerlijk. Hey Lima. Hallo meisje. Zitten we heerlijk aan het strand. Het is echt die heetste week ever. 31 graden. We hebben heerlijk een handdoekje natuurlijk van Reinders meegenomen. En aan het water. Aangezien als je een bedje wil, lig je alleen maar naar het water rennen. Dus dit is helemaal top. Hé, Lima. En wij kunnen lekker relaxen. Ja. Zeg eens hoi. Het wordt zo groot. Het is al 6 weken. Het gaat zo snel. En hoe leuk is dit jurkje? Alvast voor de vakantie gekocht, maar het is zo heet. Oké, we hebben net onze Urban Arrow opgehaald. Rocket, gaan we niet eens zwaaien? Hallo. Hoe gezellig. We kunnen nu gewoon heerlijk even naar het strand. En we zijn er binnen 5 minuten. Woehoe. Het zie je. Woehoe. Ik moet het afvragen. We gaan nu even pannenkoekjes halen en poffertjes. Oh, en papa heeft een lekker ijsje voor jou gehaald. Ijsje. Ijsje. Mmm. Lekker, hè? Ja, Rocket is wel helemaal klaar voor om alweer verder te fietsen. Woehoe. Auto? Auto. Auto. Schattig. Rocket. Deze week ook voorbij komen dat Jules Niels de fiets heeft gekocht. Dit is bij Haarlemse fiets. Het zit in Haarlem. Het is onder andere de Urban Arrow. Jij en ik zijn hiermee begonnen. Het is echt een heerlijke fiets voor als je met de kinderen erop uit wil gaan. Je boodschappen kan je erin, je tassen, de kids. We hebben zelfs een speciale adapter voor de Maxi Cozy, dat Lima ook gewoon in kan slapen. En Jules heeft hem natuurlijk met Mike speciaal in het groen. Dat is weer zo'n speciale editie. En Jij en ik hebben hem in het zwart. Dus dat zie je heel veel voorbij komen in deze vlog. Dat Jules lekker aan het toeren is met Rock en Mike op de Urban Arrow van Haarlemse fiets. Zo, ik ben even aan het eten. We zijn seks aan het maken, want we gaan reels opnemen. Hey Rock, lekker broodje aan het eten. En Lima is ook gezellig mee. En daar is Mikey. En daar liggen alle kledingsetjes. We gaan het met V opnemen. Voor Instagram, het wordt super leuk. En Harley heeft natuurlijk bij onze make-up gedaan. Mag ik even opblazen? Maar we hebben helemaal geen bruin voor dat. We hebben geen echt niet een gestel daarvoor. Het zijn toch? Nou, dat is niet zo leuk. Leuk. Met Rock, ja. Op je billen zitten, hè? Hoezo dagen de kinderen altijd mij uit en nooit de mannen? Rocky, naar beneden. Op de billen zitten. Op de billen. 1, 2, Rocket. Kom. 1, 2. Oh, Julie Reinders. Rock, luister niet naar mij. Rocket, zitten. Zitten. Maar inspiratie, die komt gewoon helemaal
in mij naar boven. Ja. Hoe leuk is deze? Enig. Ja. En dan met wat voor mijn Gucci waren ook leuk geweest dan in het groen. Wat? Mijn Gucci schoentjes. Kim Kardashian is gewoon aan het zakken. Nou, nee, jullie. Hallo, mijn mooie meisje. Blalalalala. Wat heb je leuk zoetje aan, hè, Sjoe? Heerlijk. Van Reiners. Oeh. Ik ben ook heel goed in yoga. Hola. Oh. Als jullie gesmak horen, sorry, ik ben heel snel broodje eten. En volgens groene crème. Oké, we zijn heel snel opmaken. Opnemen. Yes. Marie draagt nu de nieuwste Reiners kool. Turtle. Is dit leuk voor zo'n hanger? Dat je het zo laat zien? Hebben wij Reiners hanger? Zeker. Zeker. Is wel leuk. En Rocket loopt er. Jee. Rocket loopt er ook doorheen. Ja. Dus dat we met muziek doen, hè, alles. Zit geen bril in, hoor. Hè? En voor je denkt, wat is die geel? Hij heeft net Joepie saus gegeten. Is dicht voor het filmpje? Is wel mooier. Deze. Zijn we gezellige reeltjes aan het opnemen? Ja. Rob die gaat naast me zitten. Die gaan, daar gaan we de outfits beoordelen. Top. Oh, hoe hilarisch is dit? Ja, en Rocket loopt gewoon voor vele voeten. Dat hoort er allemaal bij. Mooie tattoo, hè? Zo, het gaat lekker chaotisch allemaal. Maar goed, je weet het. Mike is voor mij Lima aan het wandelen. Jill doet nu de smoke dress aan. Ik heb iets zwart aan. En we kwamen op het daverend idee dat we het leuk laten stylen. Hoe ik de smoke dress stijl en hoe Jill het gaat stylen. We gaan nu als twinning. Fijne verjaardag. Oh, leuk op je series. Zo, dit zijn alle spullen. En ik heb ben al mijn spullen vergeten, dus don't blame the manager. Maar ik kom ook van jou thuis. Ja, die daarom. Allemaal hier. Nee, we doen een twinning aan. Ik zwart. Ik heb zwart nooit aangehad nog. Zo, we hebben de reels opgenomen. Het was een beetje chaotisch met kids. Lima die moet slapen, Rob die moet slapen. Dus we hebben superleuke 6 filmpjes gemaakt. Date night outfits, twinning outfits en leuke sporty outfits en next erop. Ik draag de Kim Styles vandaag. I love it. Ik ga nu weer Limaatje ophalen. Ik ben mijn schoonmans. En Limaatje gaat nu even lekker in de auto slapen. En als je denkt, wat hoort nou voor geruis? Dat is die Beyond White Noise. Dat is echt Lima haar. Dat in de engel. Ik zal hem even uitzetten. Maar hoe leuk zijn de Kim Styles? Zo, nu even kijken waar mijn auto staat, hè, Lima? Ik zit gewoon blauwe ogen, jongens. Je had dat gedacht dat ik een kindje met blauwe ogen zou krijgen? Ik niet! Hè, gaan we naar papa, Olivia? Ja, hè? Kan je verliefd zijn weer op nog een kindje? Had nooit gedacht dat het zou lukken. Maar het is toch echt waar, hè, Lima? Hoe mooi is mijn Kim-stijl? Het zit zo heel comfy. En Harley heeft natuurlijk weer ons make-up gedaan. En ik ben zo lang niet in de make-up geweest. Echt. Love it. Ik ben helemaal weer on fleek. En een mooi Reiners in het borduurtje. En het is echt nu zo'n week weer dat het gaat regenen en bam. En dan heb ik zoveel zin in de winterstijls van Reiners eindelijk. In die bloedhitte gaat natuurlijk niemand dit kopen. Want dan denk je van ja, ik wil lekker nog in de zon. Dus dit is echt helemaal top. Ik heb nu zelf ook weer dat ik denk shit, ik heb dat nog niet en dat nog niet. Moet ik allemaal nog halen. Zo. En voor alle vragen, ik heb een nieuwe wagen van iCandy. En dat is echt top. Hij kan als duo-wagen, ook als enkelwagen. En dus de Maxi Coachie kan je ook gewoon erop klikken. En ik ben er echt super blij mee. Het is heel mooi zwart, mat. En super handig om in te klappen. Love it. Dus die Cybex die heb ik nu heel eventjes weggedaan. Dus als iemand nog een kinderwagen zoekt, Cybex. Meld je aan. Jullie maar, gaan we lekker naar huis. Oké. Wij hebben een shoot gehad vandaag om reeltjes op te maken met Rocket. En ik draag nu de Kim set, de button set. En ik draag zelf dan de knoopjes open aan de onderkant. Met het broekje. En Rocketje is eigenlijk in camouflage. Hè? Ja. Ja, allemaal van de Zara. Eigenlijk top tot teen. Ja. Marie en ik gaan vandaag weer reels opnemen. Ik draag nu een Chrome Hearts buckethekje met de Reiners PU lederstijls. Hoe leuk is deze blouse? Dan kan je dit natuurlijk ook nog openritsen. En hebben daar een broek bij gecombineerd, ook met een rits. Met allemaal leuke smok. Ik heb mijn foamtjes aan. En dan heb ik nog mijn Balenciaga cagoule bag. En jullie gaan al het resultaat zien op onze Reiners socials. Ik heb in mijn make-up geslapen. En ik heb wel bijgewerkt zelf. Maar hoe leuk is dit lookje? Oké, wij gaan naar Havelijk. En mijn outfit is nog niet compleet. En even kroompjes aan en een bamba. Maar ik heb straks mijn hak aan. En Mike heeft een zwoele blik, zoals je kan zien. Nice. Glimmer normaal. Ja, dat is door je gel. Ja, mijn voorhoofd. Ja, dat is door je gel. Ik smeer het altijd zo op, het is helemaal gelig. Maar goed. Hè? En wij gaan met Romee, Dani, Floor, Jan, Loesje, Rafiek en Marie. Tino, Martin, komt naar Havelijk. Heel veel zin in. Dus we gaan nu eventjes naar Romee en Dani. Bye. Ik moest vanochtend werken voor de webshop voor het voor Reiners. Voor Reiners, kijk maar. En dan een rails maken. En ja, toen was het alweer. Die je net iets zien? Nee, die heb ik al 2 weken geleden gemaakt. Oh, leuk. Dat hadden jullie niet meer gezongen.
staat er nu denk ik op vast. Wat enig. Nou, wat bizar te vallen. Er staat er te vallen. Bottega van zonnebrillen. Nee, maar hoe toevallig is dat, Jules? Ik heb dat nu net gedaan met Sammy. Heel toevallig. Want zij zegt pas op je inhuid of een rondje. Ik zeg, nee. Zou ik gewoon zo doen? Heb je het zelf verzonnen? Ja. Oh, ik heb het gezien bij iemand die gewoon elke keer... Wij zijn nu ook gezellig onderweg om bezig aan het make-uppen in de Makua. Waarom niet? Heel waar, joh. Niet meteen opgeven. Nou, onze lipcombo, ik zal het dan meteen eventjes zeggen, is Cork van MAC, lipliner. En dan heb ik eigenlijk altijd Honey Love, ook van MAC, eroverheen. Oh, die is dus bijna leeg, zie ik. Dus bijna leeg, zie ik. En die doe ik dan in het midden. Nou. Célévie, dat is het? Nee. Wat is dat in het Frans? Dat is het. Nee, dat is dat leven. Célé? 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 Toevallig ga ik babytrucjes. Toevallig hebben wij dat, hè Mike? Top. Kan ik even mijn hand scoren maken? We kunnen gewoon daar op het terrein parkeren. Zeker, we hebben onze eigen parkeerplek. Zeker. B1. Ze hebben er helemaal zin in. Ik heb een jurkje. Oh, we hebben allebei een jurkje aan van Litchi. Jules heeft mijn outfit weer gered. Tenminste. Ja. Zoals altijd. Ja, maar ik denk altijd outfits. Maar Sjoel denkt altijd aan mijn outfit. Ja, weet je. Ik heb eigenlijk niks te doen. Ik kom mee, hup. Ja. Je hoeft alleen aan te trekken. Ja. Ze hebben er super veel zin in, hè Mike? In Tino Martin. Woehoe! Zeg even dat je er zin in hebt, weet je wel. Voor de vlog. Hij zet het steeds op. Money in de zakken. Money in de zakken. Maar dat maakt niet uit. Oh, we zijn er. En Loes is ook aangekomen in de auto. Dus we wachten even op Loesje. Oké, hoe leuk. We zitten dus op de boot. We hebben deze boot. De Havenlee. Hoe gezellig. Ik moet even oppassen dat ik niet val. Op die killer hiel. Waar gaan we heen, Romee? Ibiza? De boys. Dames, zijn we er daarvoor? Hey, haal ze! Oh, hey!
me so happy. Dat heb ik nou ook helemaal gezien. Doei, Elsa. Kom, we gaan naar de auto. 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 We gaan naar de auto. Het is dus te schattig. Maar Rocket is helemaal fan van de Urban Arrow. En hij noemt het auto. Waar gaan we heen, Rocket? Auto. Ja, gaan we naar de auto? Ja? Ja. Ja, vind je het leuk? Papa. Ja, papa komt er ook nog aan. Maar we noemen de auto eigenlijk UFO, hè? UFO. Papa. Daar is papa. Ja. En ik moet zeggen, we zijn gisteren naar Havenleuk geweest. Heeft best wel een katertje, maar toch gaan we lekker toen naar buiten aan. Gingen we een kleintje hebben. Gaan we even lekker wat kaasbroodjes halen. Daar haal je. Ja, ja, ja. Ja, Rocket. Ben je zo blij? Ja, hè? Ben je zo blij dat we met de auto gaan? Ja, papa heeft twee verschillende schoenen en hij snapt er niks van. Nee. Hij denkt, hoe kan dat nou? Nee. Ja, hoe kan dat nou? Nee. Hè? Hoe kan papa nou twee verschillende schoenen aan hebben? Ja, jij niet? Nee, dat kunnen we bij jou ook doen hoor, een keer. Nee, mama heeft wel twee dezelfde schoentjes aan. Nee! Ja. Nee, ja, ja. Oké, okay, kijk, moet je kijken hoe blij die wordt van de fiets. Kom maar. Ja, sluit hoor. Ja. Auto! 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 Auto. Wat staat daar? Kijk, en dan wil hij er ook meteen in klimmen. Auto! Auto, Rocket! Ja, ik ga erin zitten. Daar gaan we. Nou, het is wel lekker met je katertje of zo'n fiets. Not. Oh. Ga maar ook. Ga maar dag. Oh. Wat is dat? Oh, je telefoon. Oh. Ik heb nog mijn make-up van gisteravond van Harley. Rokje. En papa. Op naar de kaassoep. Lekker eten, hè, Rok? We hebben alle drie een heerlijke broodje van de kaassoep. Hé, Rok? We gaan lekker chill tv kijken. TV kijken. Ja, TV kijken. Nou, hoe leuk. We zijn zelf... Oh, leg maar in het bakje. Jullie hebben alleen alles opeten. Framboosjes plukken. En bramen kan je plukken. Oh, jullie, ja? Ik zijn er nog twee. Ja, gaan we plukken. Hoe leuk. En dan kan je dan achteraf betalen. Door in het bakje. Ja, en deze ook nog. Leg ook maar in het bakje. Wat goed voor jou. Kijk hoe leuk, al die kassen. Waar zie je nog meer frambozen? Ja. Daar. Ja, pak die maar. Kom je erbij? Goed zo. Leg maar in je bakje. Ja. Wat goed voor jou. In je bakje. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe leuk. We zijn zelf frambozen plukken. Daar zie ik er nog eentje. Deze. Het is zo leuk. Echt. Ik vind het enig. Ik zou liefst hier gewoon elke dag heen willen gaan. Het is best wel kinderproef ook voor de wagenkurs. Hier kun je gewoon je eigen aardbeien plukken. We zijn net naar frambozen gegaan. Oh, ik vind het echt super leuk. Vanaf 35. Lief staat erbij. Hangen de meeste. Kijk dan. Wat leuk. Aardbeintjes plukken. Goed van jou, Olivia. Erin. Hoeveel heb je er al, Livia? Ja, die is ook goed. Deze ook? Kijk hoeveel aardbeien je al hebt. Laat zien aan mama hoeveel je er al hebt. Zoveel, oh, hè? Welke wil je? Die mag aan het slapen. Wat zijn we aan het plukken, Livia? Aardbeien, hè? Ja. Ja, we hebben mooie aardbeitjes. Dat is leuk. Lima is inmiddels wakker. Gaan we nu naar de worteltjes. Of de braampjes. Oh, doe maar in het bakje, hè? We kunnen daar nog pas op eten. Doe maar een bakje. Goed zo. Dit is zo leuk. Goedemorgen, goedemorgen. Oh. Ik vraag me echt af hoe andere moeders dit doen. Ik ben net wakker en ik ga nu mijn make-up eraf halen. En dat doe ik altijd beneden. Ik leg Lima in de stoel. Jij is al sinds 7 uur wakker met Livia. Dus het is een beetje in chaos. Hey, Livia. Die zijn niet aangekleed. En dan ga ik hier altijd in mijn toiletje opmaken. En ik gebruik mijn Kiezer Strawberry om het eraf te halen. En dan daarna mijn moisturizertje. En dat doe ik eigenlijk altijd een beetje lopend. Mijn make-up. Zodat ik deze kleine meisjes in de gaten kan houden.
Ik gebruik nooit een washandje. Altijd met handdoeken. Ik maak even mijn gezicht schoon. Zo. Hier heeft mijn make-up tas. Altijd in het dustbag. Daar moet ook verandering in komen. Ik gebruik altijd mijn schoenen zakken als dustbags. En als je denkt, dat hoor ik nou. Dat is Nima. Mijn mooiste wijze was helemaal op van Blaine Blow. Dus die is weer lekker helemaal fresh nieuw. Hoe heerlijk. En ik gebruik het echt dagelijks. In de ochtend. Liefst nog in de middag als ik mijn make-up afhaal. En in de avond. En dus kokos. En dit is echt mijn favoriete. Waar ik echt niet zonder kan. Hij was ook op en ik zei meteen, oh mijn god, hij is op. Ik heb het niet meer nodig. Hoe mooi je glow krijg je hiervan. Ik loop ook echt zo vaak zonder make-up omdat ik deze glow zo mooi vind. Wat dan? Oh. Heerlijk. Ik ben echt al jaren fan van Glow Glow. Omdat het natuurlijk allemaal in Nederland wordt gemaakt. Het wordt door experts samengesteld. Het zijn allemaal natuurlijk producten. En juist tegen de gevoelige huid. En daar krijg ik heel veel vraag naar. Dit is de Glow Glow die ik nu heb gebruikt. En de face wash is van aardbei. Krijg ik ook geen uitslag door. Terwijl ik er normaal niet al de uitslag van krijg. En met Reiners 15 krijg je natuurlijk altijd korting. Als jullie Reiners 15 gebruiken. Op alle producten van Glow Glow. Ook de bindels. En dit gebruik ik echt dagelijks in de hekte. Mommy life routine. En ik ga hem nu lekker voorbereiden om op te maken. Nog één keer even Limaatje laten zien aan jullie. Hoe druk zij is. Hey Lima. Oh, heb jij mooie oogjes bij hem hier gelegd? Jeetje, wauw. Livia. Zo? Ja, zo. Wil je nou een autootje pakken en je opplakken? Zo. Good morning for Matt. Ik ga nog Livia gereed maken, mezelf gereed maken. Lima is helemaal klaar. En dan ga ik richting kantoor. En ook heb ik heel veel vragen van Lima. Ik wil Limaatje even laten zien. Hallo! Hallo! Wat jullie voornamelijk volgende week... Ach, kijk nou. Wie vinden jullie haar lijken? Hallo, Limaatje. Dus sorry dat de dagboekzetting niet is zoals jullie gewend zijn. Maar het is wel een hele leuke vlog met heel veel verschillend beeldmateriaal. Dus blijf abonneren en love van mijn meisjes nu een keer. Van Lima. Zeg maar dag! Kijk, die dikke... Dag! Dag! Mm-hmm.